Bols en beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video, in, in ieder geval even langs Bitcoin en we gaan langs Ethereum. En ik heb een aantal aanvragen, bijvoorbeeld van een app die kreeg ik een Uniswap, van Fred kreeg ik een Fala Network en kreeg ik kreeg nog wat vragen over Goud en zilver van Jweg van de P. Hartstikke bedankt voor jullie aanvragen en natuurlijk alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Mijn video's die worden gesponsord door CoinMerce. CoinMerce is een fijne en betrouwbare exchange, een Nederlandse partij. Waar je makkelijk met de Ideal een bitcoin kan kopen. Met die bitcoin heb je dan weer toegang tot meer dan 200 coins. Dus eigenlijk elke coin die wij willen in de video bespreken. Kan je wel kopen, verkopen, swappen. Of een stoplossing in ieder geval eronder zetten. Er staat een linkje van in de beschrijving. Elke video. Maak je daar een account aan. En, en spons je ook gelijk boels en beers. Want dan wordt er ook uh, referral inkomsten Die zal ik opsparen. En leuke giveaways van geven. Dus ik zie dat mensen er leuk mee bezig. Hartstikke bedankt daarvoor. En uh, zij hebben natuurlijk niet alleen een trader, maar zij hebben ook staking, earning tot wel 15% per jaar. Je kan er experimenteren met bots. Je kan er ook naar een fysieke winkel gaan in Amstelveen. Dus ze zijn ook niet bang voor je. Kortom, een betrouwbare fine exchange. Doe wel altijd een stukje voorwerk en ga niet meteen helemaal al in over. Maar als je mij al een tijdje volgt, dan zou je dat sowieso niet doen. In ieder geval hartstikke bedankt voor het sponsoren, Coinmers, En ik hoop in de toekomst natuurlijk veel, veel dieper erin kunnen gaan. Dan de grafieken. Bij Bitcoin blijf je een tijdje hangen. Tenminste, dat hebben we natuurlijk al wel maanden. Maar nu blijf je weer eventjes hangen in die box hier zo. Je begint een beetje, ik zal hem even wat groter maken. Je begint een beetje de bovenkant te testen. Eén keer, twee keer piercen. derde keer kom je ook nog eens bij, boven die rode moving average op de 4 uur. Dat is de 200. Allemaal eigenlijk tekenen dat je naar boven wilt gaan. Maar we hebben nu net weer een push omhoog gehad. Of in ieder geval een, een move omhoog. Dus het zou nog steeds heel normaal zijn als we een beetje een push naar beneden kunnen krijgen. Wat ik al zei, van die 16.500 zou heel normaal zijn. Ook hier naartoe, de 16.000 dollar. Gewoon een retrace om even dat risico er weer af te halen zou heel normaal zijn. Maar ja, met dat soort dingen moet je wel in acht houden dat je dus al een jaar aan het dalen bent. Ook al zijn de markten nog steeds echt wel dramatisch en vloeit er gewoon niet heel veel geld in. Uh, kijk bijvoorbeeld ook naar een favorietje van mij. Ik had uh, Robbie, die zit er ook uh, Algo. Ja, die adoptie die werkt gewoon niet echt heel goed. Dus ook in dat soort coins vloeit dan geen geld en je ziet hier ook bar weinig geld in springen terwijl aandelenmarkten wel een beetje een mooie bounce kregen maar ja crypto blijft toch een beetje achter en heel veel alt's natuurlijk niet we hebben de afgelopen week leuke alt's gehad maar je ziet ze wel een beetje achter blijven hangen en uh, waar, waar ik naartoe wilde gaan van dat ik niet te lang moet zitten op die retracers want je komt dus uit die downmove en je begint eruit te kruipen ook al maak je die low low een teken eigenlijk dat je lager wilt gaan we hebben de levels lager hier beneden maar ja, dat is weer een beetje dat onthouden van je bent er ergens uitgebroken. En uh, je ziet overal dat je historische plekken hebt waar je ook in 2018 bent geweest, of 2019, 2014. Kijk er allemaal niet naar. Het geeft misschien een beetje een weg en leert je een beetje grafieken lezen. Maar ik, ik ga hier niet vertellen dat dit een bodem is. Ook kan het een bodem zijn. Kan het kan best wel zo zijn. Maar ik geloof gewoon niet dat dit een bodem is. Ik wil ook geen bodems gaan voorspellen. En als ik dat zeg, dan ga ik het toch doen. Uh, mijn bodems die liggen een beetje rond de 8.000. 7.500 is mijn echte bodem. Dan komen we daaronder. Dan moeten we maar kijken wat crypto aan het doen is. Maar in ieder geval, nu ben je hier uitgebroken. En het lijkt erop dat je nog steeds een beetje uh, kracht wil uh, laten zien. Dat zie je ook bij de dollar. Uh, die kleine targets heb ik afgelopen weken in mijn video's meegenomen. Ik wil er ook wel één keer nog in. Want die trek ik eigenlijk vanuit hier, vanuit die wik, waardoor die hier naar beneden valt. Daardoor had je hier gelezen dat hij hem raakte. In hier en hier blijf je eigenlijk een beetje erboven, bovenin hangen. Je ziet dat je hem hier raakt, je blijft er bovenin hangen. Je blijft een beetje door die moving averages heen rijden. Het raakt het. Ja, find to, je kan het fine-tunen hier naartoe, maar je blijft gewoon een beetje rond die 0,2, die 6 hangen. En je blijft er een beetje boven hangen. En wat ik meestal zeg, die kleine plaatjes zijn niet heel betrouwbaar. Ook al zie je dat je nog wel één leveltje omhoog kan gaan. Die 17.500. En dan heb je hier die 0,6 en 8 bij de 18.000. Bijna bij de 19.000 dollar. En hier, de 0.786 en die 0.83, ligt tussen de 19.500 en de, dus de, 19 de 20.000 dollar. <coughs> je ja, laat het zich eerst maar daar bewijzen, excuses. Dus dan kunnen we weer verder kijken. Wat ik al zei van de dollar, die laat ook nog steeds zwak te zien. Als je de dollar bekijkt, of de dollar index, dan zie je dat die daar nog steeds aan het bungelen is en dat die nog steeds low aan het creëren is. Dus dat laat gewoon wat zwak te zien. Ook al kan je nu dus wel verwachten dat je misschien een, uh, weer even een push omhoog moet krijgen om deze breakout terug te testen. Net als dat je hier naar beneden breekt, terug te testen en verder. Je breekt weer naar beneden, een kleine terugtest en weer verder. En hier laat je weer een heel stuk achter een square-up. Wat je ook nu ziet, is dat je een lower low aan het creëren bent. Technisch gezien zou je dan een lower high creëren en wellicht weer een lower low kunnen creëren. Dus dat laat allemaal zwakte zien voor de uh, dollarindex, wat weer wat kansen kan creëren in de crypto, maar ook bij aandelenmarkten. Ook al moet je gewoon in acht houden dat de wereld op zijn kop staat en uh, dat er gewoon niet hele fijne dingen overal gebeuren. En dat er natuurlijk heel veel angst is om ergens geld in te stoppen. Natuurlijk ook heel veel uh, beleggers die nu de gouden tijden zien, maar wees er altijd gewoon heel voorzichtig mee. Wat ik ook vaak heb gezegd, er komen waarschijnlijk, we zitten nu in gouden tijden voor misschien te, be te beleggen of misschien nog wel later. Maar dat, dat kunnen tijden zijn dat je ergens instapt en dat je misschien in 10 of 20 jaar wel goed zit. Dus dat, dat is een beetje een mooie strategie voor een hele lange termijn. Mijn lange termijn uh, plan voor Ethereum blijft nog steeds een beetje die 700 dollar. Mijn laagste uh, zit rond de 250 dollar. Maar je hebt hier ook nog dat belangrijke historische level van 400 dollar. En deze week, ik zal even dat lelijke geteken weghalen. Allemaal technische redenen waar, uh, waardoor het naar die prijs toe kan gaan. Hier bijvoorbeeld weer een square die ik even weghaal zodat het plaatje gewoon nog steeds een beetje mooi blijft. Nu is Bitcoin hier uitgebroken. Bitcoin breekt hier uit deze downmove. Ethereum zit er nog steeds onder. In principe hoef ik daar nog steeds niet echt wat te doen. Als het hier uitbreekt kan ik wat doen. Maar ja, laat het eerst maar eens uitbreken. Want het blijft zo lang hangen. En het laat wel wat meer sterkte zien. Want je creëert een higher low hier op dit gedeelte. Maar dat kan alsnog gewoon een... Beervlek worden, dat je hier misschien een higher high creëert of bij die 0.68 bij die 2500 dollar een higher high creëert en dan heb je alsnog eigenlijk een beervlek gecreëerd om lager te gaan. Dus het blijft allemaal wel uh, gevaarlijk. Uh, net als dat ik dat eigenlijk met die proof of stake vind, dat je hier de merge move hebt gehad, dat is natuurlijk een hele verandering en daardoor is de uh, energiekosten van uh, het mijnen naar Ethereum uh, is volgens mij met 99% gedaald. Nou, vind ik daar altijd een kanttekening bij zitten. Want op zich, bij, bij Bitcoin, is het in de white papers natuurlijk dat het waarde creëert. En dat het eigenlijk uh, de techno technologische evolutie alleen maar aanmoedigt om betere computers te maken. Met betere rekenkracht. En dat het eigenlijk alleen maar moeilijker wordt. Dus die difficulty rate uh, omhoog brengen. En dat creëert natuurlijk ook een waarde voor Bitcoin. Want ze hebben steeds betere en uh, grotere computers nodig. om die rewards, of tenminste de transacties, te kunnen verifiëren op een blockchain. Dus ik heb daar wel een beetje kanttekeningen bij. Maar uh, ja, ik, 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 ik ben gek van crypto en Ethereum staat eigenlijk gewoon altijd op nummer 2. Dus we houden hem altijd in de gaten. Targets voor het grotere plaatje blijven nog steeds die 1590 of zeggen we de 1600 dollar. En dan die 1950 tot de 2050 bij de 0.382. En dan heb ik nog een 0.68, dus bij die 15 1500. Echte pushje weer naar hier naartoe, naar nou, de 3000. Maar ja, dat moeten we nog maar zien. Het geeft zoveel kracht naar beneden. Dus ik verwacht eerder, ik zal deze gewoon niet hoger doen, dat we hier zo'n beervlek creëren om wellicht wat laag te gaan. Dat is een beetje mijn glazen bol-theorie. Hoeft allemaal niet te gebeuren, maar ik moet gewoon altijd een beetje een kijk hebben op wat er op de toekomst kan gebeuren. Net zoals dat ik dat hier heb, moet ik dat ook naar beneden hebben. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook altijd hebben. Want het is allemaal geen financieel advies, het is altijd mijn kijk erop. En het blijft jouw geld, jouw leven. En jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus neem er ook altijd een eigen plan en een eigen verantwoordelijkheden in. Probeer gewoon goed op weg te helpen. Ik, ik doe dit vanaf 2013 in crypto en ik heb genoeg rot dingen geleerd, maar ook veel meer goede dingen geleerd en dat daar eigenlijk op verder gaat duurt. En hopelijk hoef je dat dan niet allemaal te leren. Ik wilde eigenlijk een kleine side note maken met uh, dit open uh, AI of tenminste de Chat GPT. Daar wil ik misschien in mijn volgende video wel iets meer uh, verder op ingaan. En daar wil ik ook een beetje een aankondiging doen naar uh, betaalde gedeelte wat ik wil gaan opzetten voor volgend jaar. Ik wil dus in januari gaan beginnen met de live video's of live webinars, wekelijkse live webinars, alleen voor betaalde leden, want dan kan ik gewoon alles vertellen. En dan ben ik gewoon wat duidelijker in waar ik een stop loszet, maar ook wat duidelijker waar, eh, met het fine-tunen. Nu zie je mij wat minder bouwen, daar zie je mij veel meer bouwen. En daar leer je ook echt van. En daar leerde ik van mijn leraar heel veel van. Door hem te zien bouwen en te fine-tunen, kon ik dat zelf een beetje toepassen en experimenteren. En later toepassen dan op mijn eigen... Uh, strategieën. Ethereum lijkt me vrij duidelijk. Uh, ik wil even naar de aanvraag gaan. En de eerste aanvraag die ik kreeg... moet ik heel even een beetje naar boven scrollen. Want ik zat alweer uh, met een andere video bezig over de chat GPT. Misschien wel leuk om het toch wel even straks mee te nemen. Ik ga de. Oh nee, dat heb ik niet voorgewerkt. Dus dat moet ik weer inloggen. En dat gaat dan weer worden. Dus dat, dat komt in de volgende video. Maar duik er zelf eens in. Het is echt een eye-opener. En gewoon een verandering voor uh, heel veel dingen. Eh. Uh, Uniswap van Abdi. Dat is een uni. Volgens mij eigenlijk die op Coinbase. Uniswap. Eer, eerst altijd, Tenminste, ik wil eerst altijd mijn risico weten. Mijn risico ligt gewoon altijd hier beneden. En dat is uh, extreem risico. Maar toch dat ik het altijd voor ogen heb. Dat ik niet die roze bril op blijf houden. Stel dat het hier een mooie move maakt. En dat ik er maar in blijf zitten om, om maar hoger te gaan. En terwijl ik dan deze helemaal uit het zicht haal. Die 5. 50 dollarcent hier, waar die beginkendel is. Een grote square, waar je niet echt bent teruggekomen, want je bent bij de 1,80 teruggekomen, die beginkendel is bij de 50 dollarcent. Daarnaast maak je wel een high low op dit gedeelte, dus dat is technisch gezien wel weer beter. Denk er weer een beetje aan mijn glazen boltheorie bij Ethereum. Wellicht een peervlek om nog iets lager te gaan, want die downhoofd is echt enorm. Maar je ziet waar je mooier op landt. Eigenlijk breek je hier naar boven. Je begint een beetje structuur te maken hier. En support te vinden om die gekke move te maken. Daar ben je nu op geland op dit stuk. De volgende low zit hier. Bij die 1,85 zeg maar dollar. Dat is echt het punt waar je die power kreeg. Om daar doorheen te breken. En daardoor structuur te bouwen. Dus dat is meteen mijn lower low. Dat is dan ook gelijk mijn tweede risico. Want het eerste risico zit gewoon hierin. Je bent hier ergens uitgebroken, laat hier een square achter. Je hebt maar twee keer deze bodem getest. Dus dat is een 44% naar beneden om gewoon weer even bij die 3,50 te testen of daar wel genoeg support zit. Dan heb je hier die 1,85 Dat is een 70% naar beneden. Dan heb ik het nog niet eens over die candle naar beneden. Dan lijkt het me dat je best wel een mooi plaatje voor je risico. Laten we eens kijken van waar we nu zijn geland. Want in principe is dit natuurlijk al een mooie plek hier waarschijnlijk bij die 0. No, ik zie het al zonder een fit, maar ik zal het even uitbeelden. Ik wilde gewoon doorgaan zonder te stellen waar die fips zijn. Even kijken en laat hem groen doen, want daar wil ik kopen. Zie dat hij niet heel veel power op die 0,68 krijgt. Laten we iets dieper gaan zodat het iets duidelijker wordt. Die 0,68 zat bij die 5,85 Krijg Kreeg je één keer support, twee keer support. Daarna het teken dat je lager wilt gaan. Toch nog even mensen voor de gek houden. En dan ga je lager, precies op die 0,786 geland, bij die 4,80. En daar begin je nu een beetje dat support te houden. Dan heb je nog een level lager bij die 0,83, bij die 4,50 dollar. En daarna heb je natuurlijk nog deze bodem om even te testen bij die 3,50 dollar. Dat is allemaal risico wat erin zit. Maar het laat dus wat leven zien, want je komt dus uit die down move. En niet met een beetje, je kruipt er niet uit. Nee, het is meteen een move van bijna 200 procent. Dus het laat het geld zien. Leuke aanvraag, Abdi. Uh, als ik dan naar de kijk, dit is het grote plaatje. Want dit is die hele leg. Ik kan naar een kleiner plaatje gaan, maar in principe hoef ik dat niet echt. Want... Hier laat het gewoon heel goed zien: die gro dat grote plaatje geeft al meteen een hele mooie target. Je ziet hoe groot de resistance is. Je blijft er vanaf 27 juli tot en met 15 augustus in 2020 tegenaan hikken. Je komt er niet, niet doorheen, want je vindt weer een goede reactie. Ik zal ook even de reacties in de crypto zien, die percentages omhoog zijn leuk. Maar ja, je reactie in het bloed kan ook soms heel leuk zijn, want dat is gewoon een drop van 50%. 50% reactie, mooie reactie op die eerste fit bij die 0,26. Laten we daar nu eens gaan kijken. Dus we hebben het risico. Eerst weer even deze bodemtest. Die vorige bodem. Daar zou ik mijn stop los onder willen zetten. Als ik er nu inspring. Maar ik koop nooit in groen. En je hebt nu weer een paar dagen groen gehad. En die 0,83 bij die 4,50 dollar zit op 26%. Dan als ik naar kijk, ga kijken naar de targets. Waar je hier de, dus de volle resistance vond van twee uh, of drie weken. Bij die 0,26 bij de 9,40 dollar heb je het over een ruimte van 51%. De 0,382. Kijk ook weer hier. Goede resistance, goede resistance en een square-up. Dan heb je het over 114%. Als ik dan iets meer naar boven kijk, dan die 0,68, ligt bij de 18,90, heb je het over een ruimte van 200%. Heeft hij hier ook gedaan, die move? Dus waarom zou hij dat hier niet kunnen doen? Al ben ik natuurlijk altijd wat sceptisch en zou ik hier al goede winsten pakken als je daarheen gaat. Om te kijken hoe lang je hier al in vast zit. Vanaf mei vorig jaar zit je hier in vast. Je blijft maar ranger. Dus. Uh, Abdi, heel veel succes en hartstikke bedankt weer voor je aanvraag. Ik wil naar anderen gaan. Uh, dat is Fala Network. Dat is van Fred. Hartstikke bedankt, Fred. Fred ook hartstikke bedankt voor je complimenten. En iedereen natuurlijk die complimenten geeft, hartstikke bedankt daarvoor. Ik kan het alleen maar waarderen. En je kan er soms een beetje verlegen voor worden. Uh, Fala Network, die. Ik weet nou niet meer in welke video die ik die heb meegenomen. Maar die liet hij met het leven zien. Wel echt een pump. En gelijk een dump. dan moet je gelijk opmerken. Maar laat hij wat geld zien. Een move van 540%. Dan geeft het weer die hele prijs terug. Dus daarom, ik koop naar het in groen. Ook niet meteen als ik een beetje rood heb gezien. En naar zo'n gekke punt, Nee, laat het maar helemaal naar me toe komen. Hier geeft het zelf nog een teken dat hij die 0.83 pierst. om lager te gaan. Maar ik heb een plek waar ik mezelf achter kan verschuilen. met stop los bij die fips. Uh, Want mijn risico zit dan hier, bij deze VIP. Bij die 4,3 procent. Dat is een 14 dollar cent 4. Nou deze lood, die wik hier, of tenminste die candles die helemaal tot en met hier gaan, bij die 12 dollar cent, is toch wel een risico van 22 procent. En dan ben je vlakbij dit gedeelte dat je die square hebt gevuld. Maar weer even terug naar deze bodem: is 50 procent. Dus dat is je risico. Maar ik kan hem hier dus best wel mooi achter verschuilen. Misschien met een iets ruimere stoploss Om wellicht weer wat te proberen. Je ziet ook weer die rode VIP-lijnen. Gaat die. Deze even weg gaan. dan vindt hij hier erg supporten, of tenminste hier vindt hij erg supporten. En de eerste waar hij dan naartoe gaat, is die rode fib of die 0.26, hier de 28.5 dollar cent, en meteen weer een reactie, meteen weer een low-low. Dus als we nu dat risico voor oog hebben, dan kunnen we een beetje kijken wat voor targets we hebben. Het risico was dus een beetje een 15-20% tot deze low, en een 50% naar deze low. Die eerste tak die op die 28,5 dollar cent zit, zit op een 93 Dan heb je 0,382 op een 41,5 dollar cent. Dan heb je het over een ruimte van 180 En een 0,68 zit bij de 62 dollar cent. Dan heb je het al over een ruimte van 323 Maar Vader Network zit al ruim een jaar vast in dit patroon en komt in die tijd. blijkbaar maar lo -loos maken. losmaken, al heb je hier natuurlijk best wel een mooie restere plek gehad. Want je verwijst gewoon weer terug naar die bodem waar je hier bent begonnen. Waar je daar de structuur vond, support vond, om een move te maken. Maar daarna kom je er niet meer doorheen. Je maakt geen high highs meer en blij maar low lows maken. Niet heel, uh, niet heel goed technisch gezien. Te Dan wil ik nog een paar geen crypto dingen doen. Uh, niet zozeer meteen mijn favorieten, maar wel altijd leuk om mee te nemen, vind ik. En ook goed om altijd in gezicht te houden, om een beetje een plaatje van, je, van de economie te houden. Dit is nog steeds mijn plaatje. En jij weer van de P die vroeg van, uh, je ziet uh, banken goud opkopen. Uh, zie je dat of, en daar bedoel ik niks slechts mee, maar, maar zie je dat of vertellen ze je dat? Want je, je merkt al uh, aan je reactie van, je ziet dat banken dat opkopen. Is het dan verstandig voor ons om, om uh, goud te kopen? Banken, tenminste wat ik heb meegemaakt als banken en dat soort gasten zeggen dat ze kopen. Dan willen ze inderdaad het publiek hebben dat meekoopt. Om zodoende hun miljarden te kunnen verkopen. Want je hebt gewoon geld nodig om te kunnen verkopen. En je ziet dat deze een mooie up move heeft gemaakt. En dat er nog steeds wel een beetje kracht in zit. Mijn plaatje blijft nog steeds in play. Nog steeds het plaatje van mensen voor de gek houden. Dat wellicht helemaal tot met die 0,6 en 8 kan gaan. Misschien wel helemaal hier naartoe, naar die 0,7 of 6. Maar daarna naar beneden. Dus deze eigenlijk nog misschien nog hoger. Misschien kan ik het wel zo doen. Maar dit plaatje blijft nog steeds het grote plaatje voor mij. Voor mij is het ook nog steeds dat je uh, jarenlang bent gegroeid. Dus hier hebben mensen jarenlang in kunnen verdienen. Ik ga het toch eventjes uh, uitbeelden. 2016, begin je bonen te vinden. En daarna is het jarenlang feest. 100% gegroeid. Uh, als je dit tegenover een Bitcoin zet, dan, dan snap je dat je hier veel minder rendement uit aan. Maar op langere termijn houdt het gewoon even wat beter zijn waarde. Maar goed, je hebt dus jarenlang. Ben je gaan groeien vanaf 2016. We zitten nu in 2022, die bijna afgelopen is. Dus dat is een goede zes jaar. Ik pak altijd die meting, maar ik kan hem ook vanaf hier. En dan raak je de top aan. 12 augustus 2020. Die raak je nog een keer aan bij 11 maart 2022. Dus in twee jaar tijd blijf je hier in die top hangen. En dan breek je belangrijk support. Hier kom je nog een keer op belangrijk support. Je laat zien dat je lager wil dan dit support. Tekenen dat je lager wilt gaan. We hebben ook exponentieel gegroeid. We hebben squarves achtergelaten. Dus allemaal tekenen dat we wellicht wat meer naar beneden kunnen gaan. En uh, nogmaals, je hebt een hele mooie tijd achter de rug. Als je op het hele grote plaatje gaat kijken, heb ik nog veel meer squarves en vraagtekens waar we kunnen terughalen. We moeten het maar gewoon zien. Als ik even ga kijken naar... Uh... Nee, dat kan ik er niet echt uithalen. Van de bullies en de... Ja, je ziet wel dat, dat je eigenlijk een... Ik kan het wel even eruit halen maar je ziet wel een bearish patroon, want je ziet hier deze high is lager of is hoger dan deze high, terwijl deze high op de grafieken hoger is. Hier heb je een higher high, hier heb je een lower high, of hier heb je een high en een higher high en hier heb je dus een high en een lower high. Dus dat is bearish, dus ook weer een extra confirmatie dat je wellicht wat meer downside kan verwachten. De eerste downside die ik verwacht, en de eerste targets die ik heb, dat ligt hier. Bij deze square, dat begint een beetje vanaf die 1500 dollar tot de 1450 dollar. Daar durf ik wel weer te proberen voor eventjes erin te zitten. Maar het liefst begin ik pas weer hier geïnteresseerd te worden. Vanaf die 1300 dollar tot de 1200 dollar. En dan wil ik wel eens zien of we daar het support kunnen houden. Of dat we misschien wel terug naar deze loon moeten gaan. Of het support waardoor we hier wat hoger kunnen gaan. En dat ligt bij die 1100 dollar. Daarom. Als we daar helemaal doorheen gaan, dan zou ik hem hier naartoe trekken. Maar daar wil ik veel dieper op ingaan in een uh, misschien later tijdframe. Dat is even mijn kijk op goud. Uh, eigenlijk hetzelfde plaatje voor zilver. Ook een mooie move laten zien, jarenlang. En we beginnen nu wat meer drama te zien. Ook gekke ups, gekke move gehad vanuit die coronadip. Lower highs, lower lows. Technisch gezien zit je in een downtrend om laag te gaan. Je, je hebt hier ook die 0,6 gepierst. geopend en gesloten dollar. Dat tekenen dat je lager wilt gaan dan in het level van die 18 of die 19 dollar tot die 18 dollar. Dat je daar lager wilt gaan. En dan heb ik hier nog een gekke square op zitten die vanaf de 17 dollar gaat tot de 15 dollar. Dus dat worden mijn volgende punten waar ik weer geïnteresseerd word uh, om zilver te kopen. Voor nu wil ik hem lekker laten gaan. Ik heb er wel het uit kunnen halen. Ik ga daar ook niet heel gek in, omdat ik het mm, iets meer risico vond. Ik. Probeer iets te pakken, maar het lukt weer niet als om de te praten. Laat hem eerst maar hier uitbreken. En dan is er nog steeds de vraag of je daar wel structuur kan vasthouden om waarde te creëren en omhoog te gaan. Maar nu laat ik nog steeds te veel risico achter om, om voor mij wat te proberen op lange termijn. Want hier heb je ook een veel langer tijdframe. Waar je crypto gaat die prijs gewoon wat sneller. Hier gaat het wat langzamer. Uh, dit is een beetje het einde van de video. Ik hoop van een weekend weer meerdere videos. Ik hoop er nog twee te kunnen maken. Dus ik hoop jullie weer te zien. Vergeet niet te abonneren, een account te maken bij CoinMerce, mij te delen op alle social media. Want ik zit op Twitter, Instagram, TikTok en Facebook. Ik zie jullie gauw snel weer terug en een heel fijn weekend. Heel veel succes. Adios.